Er wordt gewoon een rug in een tegen bij elkaar gezet en alles wat eruit komt is verkoopbaar. Ze worden geplaatst bij huis, in, een, in een huiselijke situatie, zodat de consument uh, de indruk uh, krijgt dat die pup gewoon in Nederland uh, is geboren en is opgegroeid. In de hondenhandel uh, daar is veel geld in te verdienen. En de collega's worden bedreigd. En dat is een, voor mij een reden om te zeggen van nou, ik wil niet herkenbaar in beeld. Zo'n twintig Brabantse dierenartsen hebben we gesproken over de malafide puppyhandel in Brabant. De meesten durven niet herkenbaar in beeld te komen uit angst voor de hondenhandelaren. Ik denk dat je wel kunt spreken in een aantal gevallen van dierenmafia. Ik weet inmiddels van andere mensen dat ze ook gewoon bedreigd zijn. Veel dierenartsen zetten hun verhaal voor ons op papier. Ze zijn boos. Boos op de consument die boter op zijn hoofd heeft. De consument is de hoofdschuldige. Die wil een Maserati rijden, maar betalen voor een Fiat. Maar vooral heel boos op de handelaren, die alleen dollartekentjes zien. En op collega-dierenartsen die deze dieronvriendelijke handel in stand houden. Meestal is er geklooid met de inentingen en de papieren. En soms hebben ze alle prikjes, die ze over een aantal weken moeten krijgen, in één dag al gehad. De strekking van al hun verhalen is hetzelfde. Het is geen tientjeswerk. En uh, kijk, als mensen er... Uh, hun brood mee verdienen, grote groepen mensen, dan, uh, ja, dan gaat het wel om iets meer nullen. En, uh, ja, dat, dat is ook het principe waar vaak over broodvork wordt gesproken: dat het puur en alleen financieel gewin is. En dat het belang van het dier ja, langzaamaan naar de achtergrond is geschoven. En in, dit, in deze gevallen is dat totaal uit beeld uh, verdwenen. Als je fietsen importeert vanuit uh, Bulgarije en je verkoopt ze hier, dan is dat wettelijk bijna hetzelfde als dat je dat doet met, uh, met pubs. Het enige wat ik hiermee hoop te bereiken is dat mensen bewust worden. Je kunt voor 200 euro overal een pup kopen. En als je geluk hebt, dan is hij gezond en gaat hij een hele leven lang mee. Als je pech hebt en die kans is reëel aanwezig, dan gaat het al bij het hele jonge pupje mis. Ik zie ze wel vaker in de praktijk, 8, 9 weken. Ze zijn gevaccineerd, komen uit. De Oostblok of iets dergelijks. En dan moet ik het pupje opnemen, behandelen. Het kost heel veel geld en vaak redt hij het niet of met heel veel pijn en moeite. En mensen hebben verdriet. Dat realiseren ze zich niet op het moment dat ze zo'n pupje kopen voor een paar honderd euro. Op Sinterklaasavond stond hier een vader met twee huilende zoontjes. Terwijl hun hondje dood ging op mijn behandeltafel. Het verdriet wat wij zien in de spreekkamer. De ellende die die pups hebben meegemaakt. Die ook te merken is in de slechte socialisatie, de slechte gezondheid. Demodex, die hebben dus allereerst een immuunprobleem. En dan kan zo'n demodex, dat is een parasiet, toeslaan. Of die hebben een huidallergie. Of ze hebben afwijkingen, zoals bijvoorbeeld in het gebit. Eh, ondervoeding, et cetera. Dat is punt één. Dus het dierenleed wat ermee gemoeid is. En daarnaast komt ook het leed van de mensen die daadwerkelijk met zo'n hond... Uh, ja, die zo'n hond aanschaffen. Dus ook dat laatste, ja, dat is, dat is ook uiteindelijk onze reden om met zo'n pre-pup initiatief te starten. De ellende die we hier in deze kamer uh, tegenkomen.